Hier heet ik Hendrik Bouwman, ambtenaar, provinciaal elektriciteitsbedrijf in Leeuwarden. Hier heet ik Henk Vinkman, want hier ben ik in Nederlands-Indië geboren in Batavia, laborant. We hadden een fotozaak op de Parallelweg en mijn vader was fel anti-Duits en fel anti-NSB. In het begin hadden wij dan ook heel doodleuk op de stoep staan. NSB'ers niet gewenst in de oorlog. Even daarna hadden de tegenstanders er alweer opgekalkt. Hier heerst de Engelse ziekte. Henk Vonk uit het Drentse Meppel, geboren in 1923. Hij is 17 als de Duitsers in 1940 Nederland bezetten. Henk komt bijna als vanzelfsprekend in het verzet terecht. Hij sluit zich in zijn woonplaats Meppel aan bij een knokploeg. Vonk moet na een aantal verzetsdaden onderduiken met zijn makkers. Ze vinden onderdak op een boerderij, maar moeten geregeld verhuizen en komen uiteindelijk in Leeuwarden terecht. Van daaruit zetten ze hun verzetsactiviteiten voort. Het is wel een stoere tijd. Ik kijk natuurlijk geweldig tegen die oudere mannen op. Hè? Allemaal 8 tot 10 jaar oud. En ik geloof niet dat er iemand zo jong was als ik, maar ik denk dat je rustig bent en mee kunt doen. Maar het is natuurlijk wel stoer. Dat is natuurlijk wel waar. Want ik zal me niet vergeten, het was geen brandstof. Het was helemaal niks. Nou, we zaten met als stel kerels, we deden alles wat om tijd te verdrijven. En op een gegeven moment zei mijn moeder, ik heb helemaal geen brandstof meer. Wij wisten dat een paar straten verder een NSB'er zat. En dan hadden we gezien dat daar manden met turf gebracht werden. Ik zeg, Herman, dan moeten we misschien een brandstof krijgen. En dat is natuurlijk een beetje dom brutaal. En Herman en ik, een revolver op zak, aanbellen bij die NSB'er. Handen in de hoogte. 2 manden met turf. En hier zegt mijn moeder, heb je turf, kun je weer stoken. En we zijn verder gaan katen. Klim van het huis van de schilder. De zogenaamde, had je toen nog de mooie kamer, de zonder, waar je daar zonder zat, bij, aan de voorkant van de straat. We waren met z'n 5 en 3 kinderen en vader en moeder. En vader was de prater. Die had vaak het woord, maar ik zat, liefst maar wat in gezelschap in een hoek. Luisteren, kijken, observeren, dat vond ik schitterend. To Hofstra wordt in 1924 geboren. Haar vader is dierenarts, moeder is tandarts. In de oorlog ontkomt ze aan de arbeidsdienst door als hulp in de huishouding haar oma te verzorgen. To ziet dat het dagelijks leven door de oorlog verandert. Veel dagelijkse benodigdheden gaan op rantsoen, op de bon. En de bezetter regeert met steeds strakkere hand. To besluit dat wat ze ziet, hoort en ervaart op papier te zetten. Alles wat ze van belang vindt, verzamelt ze en illustreert er haar verhalen mee. En zo schreef ik en selecteerde ik. En tot ja, en dan alles wat ik maar verzamelen kon uit die tijd, dat was voor mij belangrijk. Moeder kreeg zogenaamd thee. Nou, dat was gedroogde wortel in een zakje. En nou, mag ik dat zakje hebben? Ja, natuurlijk. En zo zit het dus ook vol met dingetjes. En van, ook, en van alles en alles wat ik maar vond. En pamfletten en van de Engelse kant en van de Duitse kant natuurlijk. En stof, ja, dat zie ik nu. Dat weet ik niet eens, maar dat ik die heb gedaan. Een houten stofkam. Nou, de kogel die ik vond, was vlakbij Sneek, geloof ik, dat die daar werd gevonden. Dat ik zei, ja, die wil ik hebben. Ik vond het een beetje eng, weet ik nog wel. Maar er kon toch niks mee gebeuren als ik dat ding daarin bevestigde. In Friesland zijn veel Duitsers neergestreken, gevlucht voor de oprukkende geallieerde troepen.
Ze voelen zich niet veilig in Friesland. Worden voortdurend belaagd door wat de Duitsers een leger van terroristen en partisanen noemen. Eigenlijk willen ze Friesland zo snel mogelijk verlaten. Na een oproep op Radio Oranje saboteren de binnenlandse strijdkrachten en het gewapend verzet in Friesland spoorwegen, bruggen en vaarwegen. En maken het op die manier de bezetter in de dagen voor de bevrijding zo lastig mogelijk. Op 11 april zijn bij Dronrijp een locomotief en 26 goederenwagons op de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen doelwit van het verzet. De Duitsers fusilleren als represaille 14 mannen. Slechts één van de todeskandidaten overleeft het. In de loop van de ochtend van vrijdag 13 april trekken de Canadezen de Friese grens over en bevrijden Appelscha. De troepen rukken in hoog tempo verder op. In één dag naar Heerenveen, Jouren, Drachten en Dokkum. Duitse soldaten verlaten de provincie hals over kop. Ja, we kregen mee dat de Duitsers aan het terugtrekken waren en dat de Canadezen in aantocht waren. En toen is er een ogenblik geweest dat de Duitsers hopelijk weg waren en de Canadezen er nog niet waren. Toen moesten wij wel de straat op. We hadden allemaal een standgun. En zodat je het op filmpje ziet, één aan de rechterkant van de straat, één midden en één links. En dan liepen we heel stoer door die straten heen. En af en toe ook wat schieten, want we dachten dat we moesten schieten. Dus ja, wat deed je? Je had geen opleiding, niemand had gezegd wat je doen moest, niemand had gezegd. Je was eigenlijk soldaat waar je eigenlijk niet wist wat je doen moest. Maar dat hebben we dus een dag gedaan. En toen kwamen langzamerhand de eerste tanks binnen. Weet u nog wat het moment was dat u zich bevrijd voelde? Ja, dat was eigenlijk al toen die Duitsers weg waren. Hè, toen er nog een niemandsland was. Dat je op straat kon lopen met een standgun. Want dat kon natuurlijk nooit. Want die standguns werden gedropt door de Engelsen. Zo'n heel grof geval. En dat was eigenlijk het moment dat je je echt vrij voelde. Dat niemand je meer wat kon doen. Dat je dacht, nou zijn wij de baas. En dat is een geweldig moment was dat. En toen die Canadezen kwamen, dan had je eigenlijk dat gevoel al gehad. Het gevoel van, zo jongens, we hebben het gered. Ja. 15 april, bevrijding van Sneek, ja. In de schriften met oorlogsdagboeken van To Hofstra staan veel anti-Duitse grappen en opmerkingen. To is te jong om daarvan het gevaar te zien. Haar vader maakt zich zorgen en verbergt de schriften op een veilige plek. Vader kwam wel eens even binnen en zo. En heeft het denk ik achterna toch wel wat zich daar meer in verdiept. Misschien als ik naar bed was, ik weet het niet. Want die dingen waren voor het grijpen. Want toen was het nog geen lang tegen het eind van de oorlog. Toen zei vader tegen mij, luister eens. Maar ik heb jouw oorlogsschriften opgeborgen. Ik zei, oh ja? Ja. Die heb ik opgeborgen, want er zitten zoveel dingen in. En pamfletten en van de Engelse kant. En moppen natuurlijk, nog niet erg geschikt voor de Duitsers. En dat vader zei, ik heb ze opgeborgen. Ik zei, oh, nou ja, zijn natuurlijk niet waar. Natuurlijk niet. Heel veel later bleek, we hebben nog gelachen ook. Zoals ik zeg, de Duitsers die vorderden aan het eind van de oorlog het huis van mijn grootmoeder. En dat vader zei, daar had ik ze opgeborgen, zegt hij. Op de zolder van oma, tussen wel wat planken in. Maar daar hebben ze onder geslapen. Ik zeg, mooi. Mooi is dat. Plotseling horen we hevige dreun. We vliegen voor de ramen weg. Daarna een hevige sis en geknal. In de bijkeuken staan we met jassen aan, dodelijk verschrikt bijeen. En er stijgen in de buurt van het stadhuis grote rookwolken op.
De Duitsers hebben het wagenbouw in brand geschoten. Het knalt wel een half uur lang. De mensen... daar durven nu weer meer op straat te verschijnen. Ja, ik moet daarvan toch even zien. Alle Duitsers zijn verdwenen. Iedereen loopt naar de brand. 14 april. De eerste Duitsers verlaten Sneek. Voor hun vertrek steken ze het monumentale wagenbouw in brand. De waag dient als munitieopslagplaats. Met de brandstichting willen de Duitsers voorkomen dat het in handen van de geallieerden valt. Mannen van de binnenlandse strijdkrachten verschijnen op straat in afwachting van de Canadese bevrijders. Die kunnen Sneek ongehinderd binnentrekken. Rondom het middaguur van zondag 15 april 1945 bevrijden zij de stad. Die bevrijding die staat in mijn hoofd gegrift. Was zondag en zondagmiddag. En dat was de Canadezen komen eraan. Nou, dat was en toen die eerste tanks bij ons de straat in rolden. En nou, heel gauw kwamen de Canadezen bij ons in huis. En ze namen witbrood mee. En, nou, ze keken onze ogen uit. Jongen, wat prachtig mooi witbrood. Oh, wat mooi. Geweldig. En nou, Fijn en ik, zo goed en kwaad als het ging, praten met ze. En mijn verzameling. En ik liet dat zien wat ik dan had op dat moment. Toen werden die spontaan haalde iemand die epauletten van zijn schouders. En dat moest ik dan maar in mijn boeken doen. Nou, dat was natuurlijk heel leuk. Op 14 april wordt ook Heerenveen zonder veel tegenstand bevrijd. Een dag later bereiken de troepen Leeuwarden. Canadese tanks en zware artillerie trekken richting IJsselmeer en Afsluitdijk. Een deel van de Canadese troepen trekt naar de Waddenzee om daar vluchtende Duitsers de pas af te snijden. In Leeuwarden verschijnen de binnenlandse strijdkrachten op straat in afwachting van de Canadese bevrijders. En toen moest het vliegveld nog geschoond worden. We wisten vrij zeker dat er geen Duitsers meer waren. We zijn met een man of zes moesten we naar het vliegveld. En die Duitsers hadden een bekende booby traps. Als je een deur opendeed, dat een bom afging. Of als je een loods binnen ging. Nou, daar heb ik dus, hadden we zakken vol handgranaten. En dan hebben we alles kapot geschoten wat er maar kon. Er stond nog een oud vliegtuig, nou, die was ook zo weg. Ja, ook niemand had gezegd hoe je dat moest doen of wat je moest doen. Dus we dachten, nou, het zal zo moeten. En dat kan. En zo, dat was dus eigenlijk, dat was wel een hele mooie ontlading, hè, van al die spanning. Dat je echt openlijk kon schieten, openlijk kon met handgranaten gooien. En dat niemand een schrammetje opgelopen heeft, dat is nog een wonder. Hè. Je gooit zo'n handgranaat in zo'n keten, dan vliegt zo'n ding in de lucht. Dat is een fantastisch gezicht. En je duikt achter een walletje. Ja. Geen helm op, helemaal niks. Hier heb ik dus ook opgeschreven, plaatselijke tijd 10 minuten over 7:30. Dat was dus 15 april. Hoera, de eerste Canadezen komen binnen. De witte sterren, het kenmerk van de Engelsen. Iedere tank wordt bestormd. De mensen vliegen uit huis, het gejuich is niet van de lucht. Ze stoppen bij Hanenburg, hier is ook het hoofdkwartier van de ondergrondse. Geen vrouwtje blijft bij het spinnenwiel. Allerlei bloemen worden hen aangeboden. Van ons krijgen ze zo'n boeket. Het komt voor op de tank te staan. Wat ook indruk maakt, en daar hebben we uren voor op straat gestaan toen na de bevrijding. Het Duitse leger hadden we zien binnenkomen met oranje doeken op hun tanks. Want zij zouden ons bevrijden, of tenminste ze zouden voorkomen dat de Engelsen kwamen. En toen die aftocht, dat ze daar afgingen en schokten en helemaal. En oude kinderen waren ze. Wat maar rijden kon, dat hadden ze meegenomen. En, nou, met de staart tussen de benen. Elle lange kolonnes trokken ze
richting Duitsland. En daar stonden wij, nou ja, uren voor op straat om dat te zien. Dat hele verhaal van die bevrijding, dat was een redacteur van de Friese Courant, Friese Courier, ik weet niet hoe die heette. Dat was een hele minne NSB'er. Altijd foute stukjes geschreven. En die moesten we ophalen. Nou, ik kreeg een adres. En kom er thuis. Nee, mijn man is niet thuis. Ik hoorde haar nog zo zeggen. Wat, uw man is niet thuis. We schoten maar door het plafond en we door kasten heen. Dan kwam meneer Jankend aan met de handen in de hoogte. Het was een hele beruchte kerel kennelijk. En die hebben we meegesleurd bij de gevangenis. Zwart voor mensen. En schitterend mooi verhaal. Er stond een tafel, we hebben een boom opgezet. Oranje hoedje op. Dan moet je het wel helmet zien, doet hij niet. Wat niet doen, schoot een ander vlak bij zijn hoofd lang of zo. Wilhelm is niet goed genoeg, beter zingen. Nou, zo ging dat. Maar zo hebben we verschillende mensen opgehaald. En bij die gevangenis was het natuurlijk een wild, mooi feest. Iedere keer kwam er weer eentje binnen. En dat was eigenlijk mijn bevrijdingsfeest. Pas rond de afsluitdijk stuitten de bevrijders op Duitse tegenstand van groepjes scherpschutters. Ook in het dorpje Pingjum en in de boerderijen rond het dorp zitten veel Duitsers verscholen. Pas na zware beschietingen, waarbij in totaal 10 boerderijen in vlammen opgaan, wordt het laatste verzet op 18 april gebroken. De strijd wordt beslecht bij het dorpje Makkum. De provincie is, op de Waddeneilanden na, bevrijd. Friesland is weer vrij. Het leven kan langzaam weer zijn normale gang krijgen. Ik weet nog dat ik op datzelfde moment dacht, ja gekke, later gaan we dit herdenken allemaal. En dan komen er optochten, maar dit is echt. Dit kun je nooit meer zo beleven, nooit meer. En dat moment, nee, succes. Maar wel dat ik dacht, een tijdje daarna zou nou alles weer zo gewoon worden. Zo saai. Betrekkelijk. Zo. Hebben we dat gehad. En nou gaat het gewone leven weer beginnen. Dat weet ik nog heel goed. Je leeft in een roes van gevaar en van bijna dood, van onafgebroken opletten. Ik denk dat toch de ommezwaai in mijn karakter is geworden. Hè? Dat van gewone doodgewone jongen. Ik wou helemaal niet opvallen. Zondags hadden we altijd vroege zondagse kleren. En ik weet nog wat zei mijn moeder, hou je zondagse broek maar aan of trui. En dat voor geen goud, want dan zag ik er anders uit dan de ander. Maar ik geloof wel dat een oorlog je vormt. Dat geloof ik wel. Het zijn toch 5 jaar van je jonge leven, hè?